Ik heb maar een kleine ervaring. Ik ben in 2010 daar gekomen. En dat was nog de rustige tijd. Wij werden dan door de pastoor van Kara, 2 kilometer verder, wel eens uitgenodigd zondags om de misvering mee te doen. Om 5 uur was er dan de mis. Het was altijd een attractie natuurlijk, een vreemde priester daar. En dan ook in volle naaf. Voor mij was het ook een attractie natuurlijk. En dan daarna, dan werden wij uitgenodigd bij de families. En natuurlijk bij de christelijke families. Van die paar honderd christelijke families. Maar niet alleen bij de christelijke families, ook bij de moslims. Natuurlijk zagen wij het verschil tussen een christelijke familie, waar een kruisbeeld hing, waar een Mariabeeld stond, en bij een moslimfamilie, wat helemaal moslim was. Maar waar geen verschil in was, dat was in de gastvrijheid. We waren daar met de grootste Oosterse gastvrijheid. Thee drinken, koekjes, babberen. Van waar zijt je? En dan een half woordje. Ik kon toen een half woordje spreken. Of een heel woordje. Dit was het enige wat ik zelf verstond. Ik was de enige die het zelf verstond. Maar het is aan het beteren, maar het zal nog een tijd duren. Maar ik wil maar zeggen, die hartelijkheid hebben we meegemaakt. En dan hebben wij daarna ook meegemaakt in het begin 2011. Hoe vanuit de pastorie kon je op die kerk krijgen, die fameuze tempel, die dan kerk geworden is en die dan nu moskee is. Daar kwamen dus vrijdag s'avonds enkele jongeren samen, zoals de pastoor zegt, wel de helft van die mannen die komen van het buitenland en van elders. En de andere helft die zijn vandaar en die maken filmpjes, foto's, zoals zijn zuster gezegd heeft. En dan gaat naar Al Jazeera en die mannen worden daar dik voor betaald. En die hebben maar volgehouden. En die hebben natuurlijk van het buitenland steeds meer hulp gekregen, steeds meer geld, steeds meer wapens, steeds meer brutaliteit. En zo is dat allemaal gegroeid. Dus dat hebben wij, zonder daar van binnen te zijn, duidelijk gezien hoe dat een opgezet spel is van binnenuit. En ik ben moeder Agnes en Carmel natuurlijk, Carmel heel dankbaar. Ook die andere Libanezen, omdat die vanaf het eerste moment in april, maart april, gezegd hebben, voilà, hier gebeurt precies hetzelfde als wat wij meegemaakt hebben in Libanon. En in Libanon zaten wij in de burgeroorlog voordat we wisten dat het van buitenaf was georganiseerd. Maar deze keer zal het niet lukken. En daarom heeft zij en eigenlijk heel die gemeenschap, en dat is toch wel een uniek fenomeen in heel Syrië, heeft heel die gemeenschap zo sterk dat getuigenis gegeven en is blijven geven. Dus wij moeten zorgen dat de waarheid hier verkondigd kan worden. Well, dat is een eerste ervaring. En dan natuurlijk de kennis ook van de ervaring van die Russische televisie en de Syrische televisie, die eigenlijk de enige waren die in werkelijkheid de zaken gingen verslaan. Goed, ondertussen zijn we daar. We hopen dat het ooit vrede mag worden. Als het ooit vrede wordt, ik zou zeggen, ik heb er niet alles te zeggen, niet veel te zeggen, maar je bent welkom. Je zult zien wat een paradijs dat zou kunnen zijn in die woestijn van samenleving. Hoe bij iedere aanval mensen op straat komen, moslims, christenen, shiiten, sunniten, druzen, die zeggen wij zullen niet in de val van de burgeroorlog hebben, wij willen samen in eenheid verder leven. En dat is de grootheid van dat Syrische volk. En daarom is het dat ze niet, zoals in Libië, op die korte tijd hebben ze Libië kapot gekregen. Dat is de reden waarom ze tot hiertoe Syrië niet kapot krijgen. Zelfs wanneer ze heel dat land zouden verwoesten, wat ze toch al een flink deel gedaan hebben. Wanneer een volk in eenheid leeft, dat zal leven en dat zal overleven. Ook al gooien ze alles kapot. En dan zullen ze nu niet meer kunnen. Voilà, zij komt recht uit Aleppo. Niet? Ze wou naar Aleppo gaan vorige week woensdag, maar ze heeft geannuleerd. Ah, ja. Voor de veiligheid. Ja. En haar zus is wel Aleppo moeten ontvluchten. En die zit nu juist in Amerika terug. Die is via Dubai, Beirut, Dubai,
zo naar Amerika terug moeten vluchten. Dat was heel gevaarlijk. De rest van de familie is nog daar. Haar ouders die zijn in een appartement moeten ontvluchten en die zitten nu bij de oudste dochter. En die zitten met grote schrik momenteel. Dat overal clashes. We hopen en bidden dat toch wel de ommekeer is, misschien toch wel, althans in onze streek daar in Kalamun, is er al wel gekomen dat er een grote hoop is dat die Moussala toch in heel Syrië op een of andere wijze voet aan grond krijgt, zodanig dat men al die buitenlandse machten zal eigenlijk overwinnen en buiten zijn. Maar Pater Daniel, kan het Vaticaan daar niet tussen komen? Kan het Vaticaan daar niet tussen komen? Nee, maar wat ik wil zeggen is, ja, iedereen heeft in de gaten, ja, dat het Westen Irak in de gaten heeft om te pakken. Ja. En daarom doen ze al die manipulaties. Ja. En Rusland, die wil ook zijn greep hebben, want dat is strategisch goed. Dat is nog een enige stronghold. Dus dat is allemaal op hoger niveau dan ze dat allemaal aan het doen zijn. Maar het Vaticaan, dat is toch ook een staat? Een geestelijke macht. Maar kijk, Irak, een geestelijk, Irak is de oudste beschaving ter wereld. Die is totaal vernietigd. Met een massa doden, maar niet alleen dat, maar heel Irak is vernietigd. Dat is voor definitief. Plus natuurlijk wat later. Ik bedoel Iran. Ja, maar ik heb het als voorbeeld Irak. Plus het 2000 jaar oude Mesopotamisch christendom. En natuurlijk alles wat van moslim daarna gekomen is ook. Dat wil zeggen, niemand heeft ooit, ik heb het dan aan professor Koolzaad ooit gevraagd, hè, zeg, niemand heeft ooit het gedacht gehad om te zeggen, is dat geen misdaad tegen de menselijkheid? Moet dat niet aangekomen? Dat is de grootste vernietiging van de oudste beschaving voorgoed. Ja, dat is waar. En dan zou je denken, dat zijn natuurlijk weer van die fundamentalistische moslims. Nee, dat is door het christelijk Westen. Dat is het rechtstreekse gevolg geweest van de inval van de Amerikanen. En die hadden zelfs geen toestemming van de Veiligheidsraad nodig. Want die hadden zodanig de mentaliteit klaargemaakt dat een massa vernietigingswapens die ze gewoon uitgevonden hadden, zoals ze nu met allerlei dingen begint. En iedereen had zo'n schrik dat Bush maar moest zeggen, mannen, 24 of 48 uur tijd krijg je nog. En dan gebeurt natuurlijk niks, dus ze zijn niet op, ze zijn binnengevallen. Dat is waar. Voilà, dat maar is. Als je nu kijkt, hè, met die de Twin Towers die ze daar, ja, naar beneden gehaald hebben. Die familie van, hoe noemt hij dat, die vermoord is? Hoe noemt hij nu weer? Bin Laden. Die hele familie is kunnen vertrekken met vliegtuig, heel kort nadien. En die stonden in een heel goede rapport met de Bush family. Want dat is in de olie. Maar luister, dat is werkelijkheid. Maar ik kom er niet tussen, ik weet dat er een grote ruzie is en kristal kan u ook aan mijn kaart niet zeggen. Maar dat is het. Ja, dus zoek het zelf maar uit. Maar er zijn mensen die moeten opstreken. En moet je dat durven zeggen. Het is een schande. Het Westen, en het Westen dat is Amerika, Europa, Turkije, Saudi-Arabië en Qatar. Dat zijn niet de mensen, dat zijn de leiders. En die allemaal het ene hand vast het ander. En dat is al lang. Maar waarom? Om hun eigen belangen. En Amerika zal zorgen dat daar een destabilisatie is van 2001 al beslist op het Witte Huis. Samen met Libië zou Syrië moeten weer destabiliseerd worden. Waarom? Omdat Amerika daar een enkele macht heeft. Het is het meest strategische land in het Midden-Oosten. Daar moet Amerika de macht hebben. Ze hebben daar niets te zeggen. Dus wat hebben ze nodig? Ze hebben die Al-Qaeda-mannen en die harde salafisten. Maar dat is allemaal onder redenen. Die hebben ze nodig. Dat is allemaal onder redenen. Hoe is dat mogelijk dat wij dat hebben gekeken in informatie zomaar zeggen? Dat wij dat best niet kunnen. Dat staat allemaal in de krant. Deze morgen is onder meer een heel artikel in. Volgens mij, dat is mijn persoonlijke mening, volgens mij heeft dat iets te maken met ons verslappen. Het verslappen van ons christelijk geloof. Als jij de geestelijke leer, als jij een beetje eigen innerlijkheid hebt, dan zeg je,
dat kan toch niet, hè? Dat kan toch. En het is altijd hetzelfde, hè? Het is altijd hetzelfde. Tuurlijk, dat is niet het enige, hè? Maar het blijft nu. Weet je dat er mensen zijn in mijn eigen omgeving die zeggen, jongen, jij bent rijp voor de psychiatrie. En anderen die zeggen, jij moet naar de, jij bent een paranoïde. Waarom? Omdat je niet aanvaardt wat de algemene opinie is. Dat is onaanvaardbaar. Je moet meedoen. Want niks anders is het dan dat geweldige regime, maar ik weet niet wat. Wel, dat komt, maar dat komt een bevrijding. In Libië zijn er, dus Libië, dat was een grote dictator, en dat was nog een beetje de lezer, dat is alstublieft een hooghaas van Londen, hè, die tegen de zin verzet wordt, omdat zijn broer gestorven is. En dan staan hier, de kranten staan vol met zo'n spotprint, vol met bloed. Dan denk ik, maar opinie die heeft niet eens door dat dat pure manipulatie is en geen informatie. En iedereen vindt dat nu nieuws is. Maar ik denk ook wel dat manipulatie in de media iets veel meer nu is dan 16, 15 jaar geleden. Ja. Het is veel oppervlakkiger geworden. Kijk. Er is ook wij leven in een virtuele wereld, hè. Man, je weet alles. Mij hebben ze verweten op de VPRO vorige week. Zeg, heb je de rapporten niet gelezen? De rapport van Newman, ik weet niet wat allemaal. Ik zeg, maar man, ik heb geen tijd om rapporten te lezen. Ik moet meehelpen om die vluchtelingen op te vangen. En te luisteren naar hun verhalen. Ik kan niet in deze virtuele wereld zitten. Ik moet in de werkelijkheid leven. Wat hebben ze gelijk de oor voor? Als je die rapporten niet gelezen hebt, en het is puur manipulatie, omdat men wil dat destabiliseren om daar opnieuw de macht te krijgen. In Libië, dat was de kwevers, hè. Maar die man, die Gaddafi, die heeft wel zijn straatarm land geleid van het straatarme tot het 21ste rijkste in de wereld, hè. En gewoon een boer in Libië. Die leefde even rijkelijk als hij. Hij was trouwens een Bedouin, hij leefde in Sterbe. Maar ja, natuurlijk geen enkel diplomatiek contact. Hè. Dus ze hebben die allemaal laten vallen en ze hebben hem afgemaakt. Man. En wat is het nu? Nu is Libië is nu bevrijd, tenminste. Was een goud en was een olie. En er zijn 150.000 doodgevallen om te beginnen. Want het is maar om te beginnen. Daarna wordt een mechanisme ingesteld dat de ene de andere vermoorden. En dat is dus een goudmijn voor de wapenindustrie. En jij zegt de hele meester. En ik zou ook eens graag hebben gezegd dat als er journalisten zijn die een beetje deskundig zijn, dat is misschien voor Thierry Mersan. Wij in België, wij hebben meegeholpen aan de bevrijding van Libië. Hè? Dus 150.000 doden. Nu, wij hebben maar 4 of 5 of 6 straaljaren, zoveel waren het er? 5, 4. Maar dat is toch een paar weken geweest? En er zijn honderden bommen zijn daar gevallen. Dus ik zou eens graag willen weten, en daar is niks van gezegd, want dat is een humanitaire missie, hè. Dat zijn voornamelijk missionarissen roepen, hè. Wat er werd toch gedaan, was allemaal prullenwerk, hè. Wat zij nu gedaan hebben, dat zijn echte missionarissen geweest, hè. Dus ik zou eens graag willen weten dat er iemand gaat uitzoeken wat het effect werkelijk geweest, wat die werkelijk gedaan hebben. En dan zeg ik, ze hebben niet... die massa die 150.000 dood gemaakt. Maar ons land heeft er toch een paar duizend dood gemaakt. Dat ze dat eens een keer uitzoeken. En dan maken ze een geweldige scène van, er is een moord gebeurd, er zijn 4 kinderen, of er is ik weet niet wat gebeurd. En wij hebben duizenden van die Libiërs omgebracht. En nu is het een mechanisme, dat blijft duren. Onderwijs in Mali ook. Hè. En Mali gebeurt, dat is allemaal volk aan. En wordt er niks van gezegd. Wij, begin in Boula is er dus een massaslachting geweest. Nu, zij wisten toen, vanaf de eerste dag al, zo wist ik dat dan ook, omwille van getuigenissen, dat dat niet het leger was, maar dat het wel rebellen waren. Nu zijn ze nog altijd aan het vechten, maar de meesten weten wel dat het rebellen zijn. Hè? Wat is er gebeurd? Opslag hebben al de Europese landen hun ambassadeurs buiten gezet. Niemand, geen enkel minister wist waarover het ging, maar ze hebben wel de ministers buiten gezet. Nu achteraf blijkt dat dat dus niet het leger was, maar dat niet het gouvernement is, maar dat het wel de rebellen zijn.